Welkom bij de 10.3 Biocast over de vertering van koolhydraten. Bij het verteren het kleinmaken van voedingsstoffen zodat ze de darmwand kunnen passeren en in het lichaam kunnen komen, is energie nodig en enzymen. En enzymen zorgen ervoor dat reacties veel sneller verlopen. En de katabole enzymen die betrokken bij het zijn bij de vertering, gaan we even bekijken hoe dat werkt. Je hebt namelijk de vrijkomende energie, een exogene reactie, die zie je hier, maar er is een activeringsenergie nodig. Datgene wat je erin moet stoppen om te zorgen dat bijvoorbeeld saccharose uiteenvalt in glucose en fructose. Doordat het zoveel energie kost, gebeurt dat wel, maar zo langzaam dat je het eigenlijk niet merkt. Wanneer je nu gebruik maakt van enzymen, dan verandert dat. Want deze energie moet je erin stoppen en nu pas gaat die energie leveren. En wanneer ik een enzym gebruik, verlaag ik die activeringsenergie. En op moleculair niveau ziet dat er heel erg schematisch gezien zo uit. Ik heb een enzym en een substraat, saccharose, riet of bietsuiker. En die binden aan elkaar. Die vormen nu een enzym-substraatcomplex. En die saccharose, die fructose en die glucose waar saccharose uit bestaat, worden met een zuurstofbrug met elkaar verbonden. Je ziet dat het enzym van vorm verandert als die gebonden is aan het substraat. Die vormverandering zorgt ervoor dat die binding veel makkelijker losgaat. En wanneer ik water toevoeg, het is een vorm van hydrolyse, dan verbreekt die zuurstofbrug. Aan de ene kant koppelt een OH-groep en de andere een H-tje. En dat zorgt ervoor dat ik nu glucose en fructose heb. Die glucose en die fructose laten los. En het enzym, dat zelf niet veranderd is, het is alleen van vorm weer veranderd, zodat die twee makkelijk loslaten. En het enzym kan zelf weer een volgende ronde gaan deelnemen. Een volgende saccharose omzetten. Een enzym verandert van vorm. Dat gebeurt onder invloed van de temperatuur, maar ook de zuurgraad. Een enzym kan haar plusjes opnemen of juist afstaan en dat verandert de vorm. En dat zorgt ervoor dat dat actieve gedeelte net van vorm verandert, waardoor hij zijn werk minder goed of zelfs helemaal niet kan doen. Hier zie je twee weergaven van een enzym. En daar zit die actieve plaats, die bindingsplaats. En je ziet dat het heel nauw komt, dat als een sleutel in het slot het enzym past op het substraat. En daardoor kun je een optimum krommen voor enzymactiviteit wat betreft de temperatuur weergeven. Hier is het zo koud dat het enzym zijn werk niet doet. Hier is onder invloed van de temperatuur de vorm zoiets veranderd dat al een aantal enzymen hun werk doen. En dat neemt toe tot de optimum temperatuur. Hier doen alle enzymen hun werk en ze doen dat ook heel effectief. Als de temperatuur toeneemt, gaan ze het nog effectiever doen, nog sneller de omzetting verrichten. Maar een aantal van die enzymen, en dat aantal neemt toe, gaat denatureren, gaat van vorm veranderen. En bij het maximum is misschien nog maar één enzym dat zijn werk doet. Hij doet het wel heel effectief, maar het heeft weinig effect meer. En wanneer je boven de maximum temperatuur komt, dan is het enzym gedenatureerd. Het is blijvend van vorm veranderd. En dan gaat hij het ook niet meer doen. Ook wat de pH betreft kun je een optimum bepalen. En er zijn enzymen die het heel goed doen als ze veel H-plusjes opnemen, dus in een zuur milieu. Die zul je waarschijnlijk vinden in de maag. En andere juist weer bij een waarde die in de buurt van de 7 ligt, dus bijna neutraal. Maar er zijn ook enzymen die het juist heel goed doen in een basismilieu. Daar kun je dus ook optimum krommen voor bepalen. We kijken hier naar de structuurformules 67 van BINAS. En hier zie je de saccharose waar we het net over hadden, biet- of rietsuiker.
En hier zie je de twee moleculen waarin saccharose kan worden afgebroken. Glucose en fructose, bij elkaar gehouden met een zuurstofbrug. En hydrolyse kun je je zo voorstellen, je ziet bovenin het water, een ootje en twee H's. De binding wordt verbroken, de H wordt gekoppeld aan de O die aan de fructose vastzit en de OH-groep aan glucose. Andersom heet het condensatie en dat kan natuurlijk ook, maar dat kost energie. En daarbij ontstaat water, vandaar condensatie. Hier zie je schematisch de vertering van glycogeen en zetmeel, twee polysacchariden van koolhydraten. Glycogeen, amylase in speeksel ontstaan, dextrine en enzymen in darmsap zorgen dat glucose ontstaat. Ook zetmeel, de niet vertakte vorm, die kan dat. Maltose ontstaat en tenslotte ook weer glucose. Die twee, glycogeen en zetmeel, zijn polysacchariden, polymeren. Het zijn herhalingen van dezelfde moleculen met water, met zuurstofbruggen aan elkaar gebonden. Hier zie je de vertering van de koolhydraten, de opname in de darmepiteelcellen. En rechts zie je hoe dat gaat met simtransport. En daarvoor heb je een natriumkaliumpomp nodig om dat te bewerkstelligen. We gaan dat straks nog even bekijken. Hier zie je een figuur in BINAS 82G. En daar zie je links de verschillende substraten waarmee het begint in de voeding. In de mond is alfa-amylase en dat zet zetmeel en glycogeen om. In maltose en dextrine. En dan in het epiteel van de dunne darm worden nog een aantal enzymen gemaakt die de disaccharide en de dextrine nog omzetten. En dan ontstaat galactose, glucose en fructose. En die kunnen door de darmwand naar binnen. En dat gaat met simtransport. En dat ken je nog wel uit de vierde. Er is een concentratiegradiënt van veel natrium buiten de cel, dus dat gaat volgens de concentratiegradiënt naar binnen. Maar die kan dat alleen doen als er ook een glucose gekoppeld is. Een natriumion bindt, dat betekent een conformatieverandering. Dan kan een glucosemolecuul binden, weer een verandering. Aan de andere kant ook een natrium en een glucose. En nu verandert de vorm dusdanig dat het de poort openklapt. En beide ook loslaten, omdat de vorm zo veranderd is. Het eiwit klapt weer open naar de buitenkant en nieuwe natrium kan binden, dan glucose. En als er twee gebonden zijn, verandert de vorm van het eiwit. Simtransport, je boek noemt het passief transport, maar eigenlijk is het secundair actief transport, want het kost ATP om de concentratiegradiënt van natrium te krijgen. Dat doet de natriumkaliumpomp. Het voordeel is dat de cel zoveel mogelijk glucose kan opnemen, dus tegen de concentratiegradiënt in. Je kan zo effectief mogelijk je glucose binnenkrijgen. Hier zie je nog een keer de figuur met hier de verschillende organen, de enzymen die daar gemaakt worden en de pH's. Speekselklieren maken alfa-amylase bij een pH van 6,6. Daar wordt glycogeen en zetmeel mee opgenomen. De alvleesklier maakt bij eenzelfde pH ook alfa-amylase. En het is dan de darmwandcellen. En die produceren isomaltase, maltase, saccharase en lactase. En die zorgen ervoor dat de monosacchariden ontstaan. Ook in deze figuur kun je de verschillende
verteringssappen vinden, de pH en wat er verteerd wordt, amylase, een koolhydraatverterend enzym. Hier het alvleessap, je ziet dat het daar een stuk basischer is en die maakt ook amylase. Het dunne darmsap met een wijde range van pH van 6,5 tot 8,0 en die maakt de verschillende koolhydraatverterende enzymen. Wanneer die glucose in je lichaam is, dan kan die worden opgeslagen. En dat gebeurt in je spieren, maar vooral in de lever, in de vorm van glycogeen. Dus de glucosemoleculen worden aan elkaar gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat ze niet meer wateroplosbaar zijn. En dat betekent dat de osmotische waarde binnen de perken gehouden wordt binnen die lever. En dat gebeurt onder invloed van het hormoon insuline. Er is een verschil tussen de mensen in West-Europa, in Amerika, voor zover ze vanuit het westen van Europa gekomen zijn, en mensen, bijvoorbeeld de Afrikaanse bosjesmannen, die een heel ander dieet hebben. De mensen in Europa die vanaf de middeleeuwen zijn blootgesteld aan een voeding met veel koolhydraten, die maken meer amylase. Meer van het zetmeelverterende enzym. En dat komt omdat ze wel 7 kopieën van het gen voor amylase hebben, waar die Afrikaanse bosjesmannen er maar 5 hebben. En zo verandert het genoom onder invloed van het milieu. Een kwestie van selectie. En met die selectie zijn we aan het einde gekomen van de 11.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.